Yay, het is bijna 2017. Als je dit kijkt is het volgens mij oudjaarsdag. Dus hoog tijd voor mijn jaarlijkse favorieten van het hele jaar. Dus welke producten ik niet meer kan missen sinds 2016. Ik hoop dat jullie een fantastisch 2016 hebben gehad. En dat 2017 nog leuker wordt. Ik ben een beetje verkouden als je denkt, wat is er met mijn stem aan de hand? Doe je niks en we zitten bij de kerstboom. Want ik neem dit op voor kerst. Want ik probeer de kerstvakantie ook echt vrij te zijn. Dus dat wordt nog een kleine uitdaging. Maar in ieder geval, mijn 2016 was heel erg leuk. Ik heb mijn zoontje 1 zien worden. En ja, dat is natuurlijk wel het meest bijzondere van het afgelopen jaar. Dat ik ineens mama was. En natuurlijk ben ik 30 november vorig jaar moeder geworden. Maar ja, dus het betekent dat ik het meeste mama ben geweest in het afgelopen jaar. Ja, het was gewoon een heel mooi jaar en allemaal leuke dingen gedaan. Dus nou, ik kan er wel een keer een aparte video nog over maken als je het leuk vindt. Misschien nog een paar foto's van het hele jaar, zo, ik weet het niet. Maar vandaag is het tijd voor mijn allerlievelingsproducten van het afgelopen jaar. Laten we maar beginnen bij de basis, namelijk huidverzorging. Ik heb vooral make-up, moet ik eerlijk zeggen, want mijn huidverzorging is eigenlijk niet heel erg veranderd. En dit product is ook niet nieuw. Ik weet niet of ik het ooit in mijn jaarlijks favoriet heb laten zien. En daar verdient het zo erg een plekje dat ik hem in ieder geval wilde laten zien. En dat is dit. Dit is het L'Oreal Youth Coat Serum. Ik vind het fantastisch. Dit is een Italiaanse verpakking als je denkt, het staat er niet op. Dat klopt. Heel lastig aan te komen, maar I love it, I love it, I love it. Het is zo'n fijn serum. Ik gebruik het elke ochtend en elke avond. En ik merk echt een verschil. En ja, dit is gewoon een absolute favoriet op het gebied van skincare voor mij. Dan gaan we door naar de make-up basis foundation. Ik heb 2 favorieten van het afgelopen jaar. De ene is de Guerlain Lingerie de Peau Beauty Booster. En de andere is de Bare Minerals Complexion Rescue. En deze zou ik wel eens, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet op teruggekeken, in mijn vorig jaar favorieten ook al hebben gehad. Maar het is gewoon mijn favoriete. BB cream zou ik het niet willen noemen. Het is gewoon een tinted moisturizer zoals de naam al zegt. Het is een hele fijne, subtiele tinted moisturizer. Dus getinte dagcreme, zeg maar. Ik gebruik hem niet als dagcreme. Ik doe eerst dagcreme op en dan gebruik ik dit. Maar het geeft echt even net dat beetje extra in gezicht. En ik vind hem echt, hij is niet heel goedkoop. Hij is ook niet heel duur, maar hij is niet heel goedkoop. Maar ik vind hem echt elke cent waard. En dit is mijn 2e of 3e verpakking nu. Ik doe er best wel lang mee, maar ik gebruik hem gewoon heel erg vaak. Ik heb de kleur Natural, nummertje 5. En ik denk zelfs als je, als hij niet helemaal lijkt te kloppen, zeg maar de kleur, deze past perfect hoor bij mij. Maar omdat hij zo licht is, maakt dat niet eens heel erg veel uit, denk ik. Weet ik niet zeker. Het is natuurlijk altijd beter om je eigen kleur te kopen. Maar ik heb hem online besteld en de kleur was een gok. En ik ben blij dat hij goed heeft uitgepakt. Super licht, hele lichte dekking, maar wel. Hij geeft wel een soort mooi filtertje aan je huid. Ik vind hem echt heel fijn. En als je het hebt over wat meer dekking, is het dus deze. De Guerlain Lingerie de Peau Beauty Booster. En deze moet ik zeggen dat ik die eigenlijk alleen in de winter draag. Want in de zomer is hij te licht voor mij. En dat is meteen een favoriet die ik vergeten ben te pakken. Die nog denk ik nog op de wastafel staat. Maar dat is, die heb je me ook al heel veel zien gebruiken. De Body Shop Drops of Sun. En dat is een soort ja, heel donkerbruin olietje. En dat kan je gebruiken om een beetje kleur aan je benen te geven of aan je gezicht. Maar waar ik het heel fijn voor vind, is om het te mengen met foundation. Dus wat ik dan doe in de zomer, als deze te licht is, doe ik er 2 druppeltjes van die Drops of Sun van de Body Shop bij. En dan is hij wel mijn kleur. Dus ik draag hem nu ook weer vaker. En ik heb hem nu niet op, maar ik heb hem heel veel op. En ook bijvoorbeeld als ik ga stappen, want hij is net wat dekkerder. Maar nog wel super natuurlijk. Ik vind hem heel fijn. Ik vind ook het pompje heel fijn. Het is een beetje ranzig, sorry. Ik heb hier de kleur 02 Light van. Ik denk dat die dus ook heel geschikt is voor iedereen met een echt hele lichte huid. Want ik heb niet een hele lichte huid. Dus, maar ik kan me zo voorstellen dat als je een hele lichte huid hebt, als je dan 01 doet, dat die echt goed is. Want deze is voor mij dus aan de lichte kant. Dus ja, ik ben hier heel erg over te spreken. Ja, hij is dus wel dekkend, maar wel natuurlijk. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Dan heb ik zowaar 2 nieuwe favoriete concealers dit jaar. En dat zijn deze 2. De eerste is de Estée Lauder Double Wear Concealer. En ik heb hier de kleur 2C Light Medium van.
Ik weet niet zo goed waarom ik een koele toon heb. Die vrouw heeft dat op mijn getest en op zich vind ik hem heel goed werken. Hij bedekt goed, maar niet plamuur. Je hebt er heel weinig van nodig. Ik vind het gewoon een van de betere concealers out there. Ik heb natuurlijk lang niet alle concealers getest, maar ik kan niet meer zonder deze concealer. En de verrassing, denk ik, voor iedereen is dat ik ook een nieuwe under eye concealer heb. En dat wil echt niet zeggen dat mijn geliefde Maybelline Eraser Dark Circle out of the picture is. Zeker niet. Maar op dagen dat ik niet wallen tot op mijn knieën heb, komt niet heel vaak voor, maar op dagen dat ik wallen niet tot onder mijn knieën heb, zoals bijvoorbeeld vandaag, gebruik ik deze. En deze vind ik echt super goed. Dit is de Bourjois Radiance Reveal Concealer. En dit is heel... ik heb vrij droge huid en ik vind hem heel fijn daarvoor. Hij trekt niet in lijntjes. Hij voelt ook echt inderdaad een beetje hydraterend als je het aanbrengt. Ik gebruik hem gewoon na mijn oogcreme. Maar deze is vrij licht. Ik heb de lichtste kleur, 01 Ivory. En daarom heb ik hem in de zomer niet echt gedragen. Want dan kreeg ik echt van die enorme witte kringen, zeg maar, eronder. Maar nu gebruik ik hem eigenlijk dagelijks. Tenzij ik dus hele donkere kringen heb. En dat gebeurt natuurlijk nog best wel vaak. Maar dan gebruik ik mijn andere. Maar deze vind ik echt heel fijn. Zeker als je zegt, ik heb meer bijvoorbeeld last van puffy. En niet zozeer last van donkere kringen. Of je wil gewoon hele subtiele. Dit is echt een hele fijne. Dan, ik doe het gewoon in volgorde van aanbrengen, een soort van. Dan deze. Dit is de Kiko Sculpting Touch. En dit is een creamy contour. En dat kun je ook wel zien. Het is een mooie, koele contourkleur. En ik vind hem heel erg fijn. Ik heb hem eigenlijk de hele zomer gebruikt. En dan gebruik ik hem vooral hier en hier. En nou, dan ga ik er vaak nog met bronzer overheen. Ik vind het gewoon heel fijn spul. Het is een dikke crème. Maar hij brengt zeg maar goed aan. Je hoeft niet heel veel lagen te doen. Zo helemaal niet. Ik doe gewoon één streepje, zet aan beide kanten. En dan blend ik dat in. Ik doe dat meestal met mijn vingers. En dat geeft gewoon echt een heel mooie natuurlijke contour. En ook bijvoorbeeld op dagen, als ik bijvoorbeeld me een beetje fluffy voel, zoals ik dat dan doe. Als ik het gevoel heb dat mijn hoofd heel erg, zoals nu bijvoorbeeld, als ik verkouden ben, dan heb ik zo'n gevoel. En dan als ik dan bijvoorbeeld naar de sportschool ga en ik heb nog geen make-up op, doe ik een klein beetje van dit. Dan denk ik, oh ja, ik heb mezelf some cheekbones. Dus ik vind het heel fijn spul. En nou ja, Kiko is tegenwoordig natuurlijk ook gewoon in Nederland. Dus zeker een aanrader. Ik heb ook de highlighter hiervan. Die vind ik ook wel fijn, maar die wint het echt niet van deze. Dan om mijn gezicht af te poederen. Deze. Och man, dit is echt... Dit is het Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En dit is een poeder wat je gewoon opdoet na het aanbrengen van je foundation en concealer. En maakt zo'n verschil. Ik ben helemaal niet iemand die graag poeder draagt, omdat ik een droge huid heb. En dat vind ik vaak niet mooi staan. Maar deze is flinterdun, hartstikke licht en luchtig, zeg maar. En het geeft zo'n mooi, nou echt gefotoshopt effect. Ik heb hem nu open, ik heb hem eigenlijk elke dag op. Het hoort nu echt bij mijn standaardroutine natuurlijk. Voorheen echt zelden poeder gebruikt, eigenlijk alleen maar voor het stappen. Of als ik, nou de tijd van mijn maand en ik altijd was de huid was wat vetter of dat soort dingen. Maar ja, ik vind hem echt, ik zit nu ook even in het schermpje te kijken. Maar ik weet niet of je het kan zien, maar het is zo'n prachtig poeder. Het is even een investering. Ik had hier eerst de reisverpakking van, die is een stuk kleiner. Want dat heb je altijd leuk bij Sephora van die kleine verpakkingen. En toen ik die echt to the bone had opgemaakt, echt kwam niks meer af. Toen ben ik echt voor deze gaan. Want ik dacht, ja, het is het gewoon waard. Ik draag dit gewoon elke dag. Er zit alweer een hele deuk in. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Maar je hebt er heel weinig van nodig. Maar I love it. Just love it. Nou, dan maak ik eerst het gezicht af. Ik was even in twijfel. Twee blushes die ik heel veel heb gedragen dit jaar. Ik dacht, ik ga niet weer de Milan Beek Blush in Luminoze laten zien. Want die kennen jullie inmiddels wel. Draag ik nog steeds heel erg veel. Maar twee die ik ook heel graag draag, dat zijn deze. Dit is de Max Factor Creme Puff Blush in Lovely Pink. En het schijnt dat dit een dupe is van de Hourglass Blushes. Ik heb geen idee, maar ik snap wel wat ze bedoelen. Want de structuur is eigenlijk een beetje hetzelfde als mijn poeder van Hourglass. En je hebt hier heel veel kleuren in, hoor. Maar ik vind dit een hele mooie kleur. Heel subtiel. Ik heb hem nu ook op. Het is niet echt dat je denkt, wow, blush. En daar hou ik wel van, dus ik breng al redelijk veel aan. Maar hele mooie subtiele, met een hele subtiele shimmer. Ik vind het echt een heel fijn. En dit is nou echt zo'n blush. Als je denkt, nou, ik wil gewoon heel subtiel beetje make-up op, dan kan je deze doen. Maar je kan hem ook gewoon lekker opbouwen.
Ja, ik heb er nu nog highlighter overheen. Maar als je gewoon voor een subtiel glansje gaat, is dit ook al prachtig. Ik vind het gewoon een hele fijne blush. En op dagen dat ik alleen mascara op heb en geen oogschaduw. En dat doe ik de laatste tijd weer meer. Want ik merk dat het me heel veel tijd scheelt 's ochtends. Maar ik hou zo van oogschaduw. En ik vind het, ja, make-up, ik vind het gewoon heel erg ontspannen. Dus eigenlijk doe ik het graag 's ochtends. Maar de laatste tijd grijp ik toch weer vaak naar alleen mascara. En dan vind ik deze blush heel mooi. Omdat ik het dan wel leuk vind als het gewoon echt een beetje, nou, de blush echt spreekt, zeg maar. Dit is de L'Oréal Le Blush in 165. Rosy Cheeks. En dit is een mooie roze blush. Maar zoals je ziet heeft hij ook een soort ja, bijna metallic-achtige glans. Maar dat valt op je wang heel erg mee. Maar hij heeft wel gewoon een hele mooie glow. En ja, dit is gewoon een wat koelere kleur. En ik vind dat wel heel mooi staan. En ja, dit geeft gewoon echt wel een beetje vervoem, zeg maar, aan je wangen. En ik hou daar wel van. Ik ben echt een blushmeisje. Ik vind het echt, ja, blush maakt of breekt. Zeg maar, ik vind geen blush. Ik vind, als ik geen blush op heb, dan heb ik gewoon, voel ik me kaal, zeg maar. Net als dat ik geen mascara op zou doen. Dus ik heb nu te bedenken dat ik nog één favoriet ben vergeten. En dat is mijn wenkbrauwpotlood. Want ik had natuurlijk voorheen van Anastasia de Brow Wiz in taupe. En ik heb nu de Perfect Brow Pencil. Ook van Anastasia. Je doet er een stuk langer mee. Dus het is een stuk voordeliger. Het is dezelfde mooie taupe kleur. En dat is waar ik voor gevallen ben. En ik ben heel erg gewend met potlood te werken. Dus ik vind dat heel fijn. Nou, ik heb hem nu ook op. Ik heb hem, ik weet niet wat ik hier heb zitten. Oh, dat is een bultje. Hij werkt gewoon heel fijn, snel. Het is juist weer die mooie taupe kleur waar geen enkele rood tint in zit. Want dat moet ik echt niet doen. Zeg maar. Dat ziet er bij mij, omdat ik natuurlijk wat rossig. Ja, je ziet het misschien niet, maar ik heb wat rode tinten ergens in mijn haar. Dat komt omdat mijn vader blond is en mijn moeder rood haar heeft. Dus ik heb gewoon ergens rood, zeg maar, in zitten. Dit is mijn eigen haarkleur. Dat is niet verder geverfd of zo. Maar daardoor moet ik uitkijken met, zeg maar, rood. Als ik bijvoorbeeld alleen maar mijn wenkbrauwen lichtbruin laat verven, dan slaat het gewoon rood uit. Ik moet echt donkerbruin hebben. Anyhow, de Perfect Brow Pencil van Anastasia is echt een favoriet. En het is gewoon een budgettip ook. Want het is best wel duur, dat spul. Maar met dat potlood doe je gewoon veel langer dan met die brow. Is gewoon echt veel langer. En het effect is gewoon hetzelfde, vind ik. Je moet er wel regelmatig slijpen trouwens. Dan gaan we door in de categorie ogen. Ja, deze kon natuurlijk niet ontbreken. Hij is nog vrij nieuw. Het is niet dat ik hem al het hele jaar gebruik. Maar ik weet dat ik hier ontzettend veel plezier van ga hebben. Ik gebruik hem nu echt bijna dagelijks. Ik heb nu iets anders. Ik heb nu het Zuva Caramel Melange palet op. Omdat ik zie dat in wat feestelijks met glans en gedoe. Maar dit is allemaal mat. Behalve deze kleur zit een klein glans in. Maar het zijn allemaal matte kleuren. De bovenste rij is favoriet. Gebruik ik, nou, vrijwel dagelijks. Je ziet dat zelfs al een beetje. En dat geeft wat aan. Want ik heb hem nu denk ik een klein maandje. Het kwastje wat erin zit vind ik echt waardeloos. Hadden ze net zo goed niet in kunnen doen. Dat is gewoon zonde. Maar verder vind ik hem echt fantastisch. En de verpakking. Ja jongens, laten we er even bij stilstaan. Ik heb natuurlijk nog, volgens mij nog geen eens maandelijks favoriet gehad waar die in zat. Maar ik vind hem echt. Oh. Dat het. En verder de rest van het jaar heb ik heel veel dit palet gebruikt. En dit is van Tanya Burr. En ik vind het een heel fijn palet. Dit is de Enchanted Dream Eye Palette. Ze heeft er meerdere. Maar deze vind ik heel mooi. Omdat dit gewoon kleuren zijn waar ik heel erg van hou. Vooral deze twee gebruik ik heel vaak. En deze doe ik dan als highlighter. En deze doe ik soms als eyeliner. Maar meestal doe ik gewoon of deze all over the lid. Of deze. En dan that's it. Super fijn. Lekker budgetproof. Dit is echt niet, dit is niet duur. Ik geloof iets van 6 euro of zo. Misschien heb ik dat ook helemaal verkeerd. Ik weet het ook niet. Ze heeft er meerdere. Ik heb er nog eentje van. Die is ook fijn. Maar deze kleur past gewoon net iets beter bij me. Ik heb hem gewoon heel veel gebruikt het afgelopen jaar. Maar ik gebruik heel veel paletten, heel veel. Maar deze zijn nieuw. En ben ik allebei, nou, nieuw. Deze heb ik echt al een half jaar of zo. Maar ja, ik vind hem heel fijn. Ik zie dat ik nog één product voor de wangen ben vergeten. En dat is deze. De Bobbi Brown Shimmer Brick. Volgens mij had ik hem vorig jaar al. En was het toen dat ik hem nog niet zo lang had. Maar dat ik hem toch graag wilde laten zien. Omdat ik al wist dat het een favoriet zou blijven. En dat is het zeker gebleven. Dit is de kleur Nectar. En, maar goed, ze hebben allerlei kleuren. Ik vind het gewoon heel mooi. Het is, ja, het werkt gewoon makkelijk. Als je zin hebt in blush en glans, dan soep, soep en klaar ben je. Vooral in de zomer vind ik dit echt prachtig. Oh, mijn spiegeltje zit in de weg. Vooral in de zomer vind ik dit prachtig. Maar ook in de winter. Ik wilde hem eigenlijk vandaag opdoen. Maar
toen had ik al andere blush opgedaan. Toen dacht ik, oh ja. En dan heb je ook geen highlighter meer nodig. Het is gewoon echt een heel fijn, hele fijne blush. Wel heel duur. Dan lippen. Ik ben natuurlijk meer een blush en eyeshadow type. Dus ik heb vaak niet heel veel op mijn lippen. Daarom is dit ook nog steeds een favoriet. En eigenlijk al jaren. Dit is Catrice Beautifying Lip Smoother. Sorry voor mijn ranzige stem. Maar het is echt een beetje snottig. Ik kan er niet zoveel aan doen. Dat is deze. Hij heeft een soort sponsapplicatortje. Het is een beetje een dupe van een heel fijn lipproduct van Clarins. En ja, ik gebruik dit gewoon. Dit vind ik makkelijk. Ik smeer het op. Nou, het doet wat voor je lippen, zeg maar. En het heeft ook nog een fijn kleurtje. Het past zowel bij koele als bij warme looks. En dit is de kleur Cake Pop, volgens mij. Ja, 030. Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij hebben ze nog wel meer kleuren. En mijn een wat nieuwere aanwinst is deze. Dit is de NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur Ibiza. Nummertje staat, even kijken, nummertje 17, Ibiza. En je hebt hier allerlei steden van. En ze hebben echt super veel kleuren. En je moet echt gewoon kijken welke bij jou past. Ik heb er een aantal geprobeerd die echt heel erg op elkaar leken, zeg maar. En deze vond ik echt het meest doen, zeg maar, voor mijn huid. En ook test het echt, zeg maar, niet alleen als zwart, zeg maar, hier. Maar hou het gewoon echt bij je lippen. Dus als je het hier doet, de kleur van de binnenkant van je vingers is vaak dezelfde kleur als je lippen. En als je dat er dan zo bij houdt, dan kan je echt zien hoe het eruit komt te zien. Want op mijn hand leek een ander beter te passen. Maar deze was uiteindelijk perfect. En ik vind ze gewoon heel erg fijn. Blijven goed zitten. Ik doe dit vaak deppend aanbrengen, dus niet heel zwaar. Is heel fijn, maar je kunt ze ook gewoon flink heftig aanzetten. Ik vind het gewoon een hele fijne. Hele fijne. Dan haar. Als eerst een borstel. En dat is de... dat is de wet brush. Dit is een borstel met, zeg maar, hele zachte... Als je een beetje kunt zien. Stekeltjes, hoe heet die dingen? Borstelharen. En daar ga je gewoon heel makkelijk mee door je haar heen. En deze is dus ook geschikt voor als je nat haar hebt. Want als je met een stugge borstel door je haar heen gaat, als het nat is, dan kan het breken. En dat gebeurt bij deze gewoon niet. Ik moet zeggen, mijn haar zit altijd redelijk in de klit als ik uit de douche kom. Ik heb wel gewoon een crème spoeling of een masker altijd erin daarna. Maar dan nog is het lastig om erheen te komen. En met deze gelijk er doorheen. Ik heb ook de Tangle Teaser. Vind ik ook heel erg fijn. Maar eigenlijk is deze mijn favoriet. En dat komt vooral door het model. Dit houdt gewoon makkelijker vast. En dit voelt toch net wat zachter aan je haren. Ik vind het heel erg fijn. En ja, echt een aanrader. En wat ik ook fijn vind is dat Tangle Teaser. Die vind ik echt vooral voor klitten eruit halen. Maar, kom even wat voorbij, vrachtauto. Maar die vind ik minder fijn, zeg maar, bijvoorbeeld op vakantie vind ik het, is dit wel een soort 2-in-1. Hier kan je ook nog gewoon makkelijk, zeg maar, je haar mooi strak mee naar achter doen bijvoorbeeld of zo. En dat kan met die tangletjes, is dat toch wat lastiger. Dus ik vind deze heel erg fijn. En dan als laatste, een volumeproduct. Hoe kan het ook anders? Ik heb nu helemaal niks in mijn haar. Ik heb soms van die dagen dat ik denk... In het weekend doe ik altijd heel veel volume en volume, hoe heet het, droog shampoo. En vaak door de week is eigenlijk ook wel, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb soms het gevoel dat je wel even je scalp, hoe heet dat, je hoofdhuid vettig moet laten worden. Want dat is gewoon goed ook voor je haren. Dus dat ga ik de komende dagen doen. En dan zal ik uiteindelijk toch wel weer hiernaar gaan grijpen. Dit is het Keune volumepoeder en... dit vind ik echt een heel fijn volumepoeder. Hij heeft een gedeelde eerste plek voor mij met de Undone volumepoeder. Want die vind ik ook heel erg fijn. Maar deze, ja, dit is gewoon het is zo'n stevige poeder. Het is heel, 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 heel dun. Maar het is wel, zeg maar, het geeft echt grip. En je kan er gewoon echt lekker mee de hoogte in, zeg maar. Ik kan het nu niet doen, want mijn haar is natuurlijk zo slap. Maar het is heel fijn spul. En het maakt het niet ranzig. Het maakt het wel stug, maar niet... Soms voelt het zo hol, zo vies aan, maar dat heeft deze niet. Dus deze. En dat zijn allemaal favorieten van 2016 alweer. Sorry voor mijn stem. Ik hoop dat ik ook wel een beetje gezellig overkwam. Ik voel me niet op mijn allerbest. Maar ik wilde toch heel graag opnemen. En ik zit wel gezellig bij de kerstboom. We hebben wel een neppert nog voor de risico's met katten en baby's. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik wil jullie vanavond een fantastisch oud en nieuw wensen. Ik hoop dat jullie
een leuk feestje hebben of gezellig met familie of met vrienden. Wij gaan met vrienden gezellig onder de boom zitten en spelletjes doen en lekker eten en dat soort dingetjes. Dus gewoon lekker rustig, de kleine man in zijn eigen bedje, de kat ook chill, dus dat is heel fijn. En ik wens jullie een fantastisch, prachtig 2017 toe. Doeg! Happy New Year!